Oh, ga even weg. Nice man. Yo mensen, nooit kijken in deze groen nieuwe video. Slash deel 2 van oude video's bekijken. Mensen, ik zit hier op mijn kanaal. Natuurlijk, hè. Oké. Even, hè. Allemaal video's. Maar dan gaan we even naar. Wacht, sorteer op. Hier staat het. Naar oudste. Ik dacht erbij upload. Stop. Sorry daarvoor als jullie dat hoorden. Maar hier zien jullie gewoon. Ja, oude video's van 1 jaar geleden. En dan ga ik ook nog naar privé-video's. Die ik gewoon offline heb gezet. Voor een of andere reden. Want ik denk dat hier zelfs nog allemaal oude livestreams stonden. Van GTA en shit. Dus ja. Maar eerst kijken naar de allereerste video op mijn kanaal. Intro video van mijn Ja, nieuwe even. is van leuk kijk naar deze. Dat was echt altijd mijn woordje vroeger, hè. Vriend, ik zweer. Nu. Ho. Heb ik gevraagd om fullscreen te gaan? Nee, dat heb ik niet gevraagd. Ik weet niet waarom, maar ja. Intro video van mijn nieuw Wat? kanaal, oftewel de video van mijn nieuw kanaal of Waarom? deze. Intro video Ik wist niet eens de titel van van. mijn nieuw kanaal, oftewel de gamestreamer. 22 maart 2016. Binnenkort is dat 2 jaar oud. In ieder geval, dit is dus gamestreamer en wat ik op dit kanaal ga doen Ja. is, jullie horen het al in de titel van mijn kanaal, alleen maar livestreams. 100% live. Geen Ja, oké, dat is dus een beetje fout gegaan, hè, vriend. enkele vi gewone video, geen enkele gewone game video. Het zijn wel games, maar geen gewone video. Ja, dit is nu anders. Zoals je misschien al had gemerkt. Alleen maar livestreams van 1 uur, 1,5 uur tot misschien wel 2 uur van GTA, Minecraft, FIFA, Assassin's Creed, Black Ops en nog zoveel. Sorry. Vriend, Black Ops is nooit, nooit online gekomen op dit kanaal, man. What the hell? Nee. I refuse. Buh. Hier komt dan Outlast 2. Of hashtag 2. En waarom? Omdat ik het eerste deel en op mijn ja, op de gameplayer, maar nu Dutch Minecrafter. Omdat ik deel 1 daarop had gespeeld en omdat ik dat op de computer had gespeeld. En dit was op de PlayStation, dit deel. Livestream, want ja, ik heb deze game op de PlayStation Ik gekocht. zeg het ook al in de eerste 3 seconden. Omdat ik geen games meer op de computer doe en daarom staat er ook hashtag 2 bij. Ja, dat gaat nu dus veranderen, hè. Games op de computer doen. En dan natuurlijk mijn eerste vlog. Kan ik me ook nog goed herinneren. Is wel leuk Kijk kijken dan naar deze dit weer, gloednieuwe ja. video en vandaag is het een vlog samen met deze man. Yo. En ik ben al. En dit is mijn allereerste vlog die ik Maar doe op de gamestreamer. dit scherm, joh. Ik En zweer. morgen zien we elkaar weer, want dan is het. Dan ik woon in Rutte, mijn pa woont in Rutte en daar is het 1 mei. Maar, ja, voor iedereen is morgen 1 mei, maar daar is het Evermaresfeest. En dan komt de familie van Ah. mijn pa, zijn nieuwe vriendin, komt naar daar. Dus dat gaat ook heel leuk worden, denk ik. Perry de Pauw. En Mark het Vark. Oh my fucking god, what the fuck ging ik doen, joh? Ik ging een fucking lokroep doen naar een pauw. Bio, ik zweer. Dit vlog 4, ja, bruggenkampioen, vriend. Is het niet kijken naar deze nieuwe vlog? En deze vlog is iets langer. Ik weet niet wat ik deed, man. Want, motherfuckers, wij zijn kampioen! Niet Hier! wij, maar Brugge is kampioen, weet je. Maar. Bah, ik kan niet niks zeggen. En dan de eerste Destiny. Destiny 1, de eerste. Ik ga daar een livestream van doen. Van wat? Dus hier ben ik dan, want de eerste livestream van Destiny. Even zo dit intro kijken. Dat je kijkt Naar naar Destiny, Destiny! de Taken King. Ik herken dit intro nog zo goed, hè.
Holy shit. Oh ja. Mijn nummers. Oh ja, joh. Die herkennen we nog wel. Die herkennen we nog wel. Mate, dat moet je van begin horen. Als het even wilt laden, hè. Je weet, je weet. Ah. Op zich niet slecht, ik bedoel... Hè? Maar... te eenvoudig. Als jullie trouwens willen weten welk programma dit is, voor een of welke reden, dus op je gsm. Ik zeg iOS, ik weet niet of het op Android ook zo is, maar op iOS is het in ieder geval GarageBand. Als het op iOS zo is, is het op Android ook zo, maar ik denk dat dat alleen geldt voor iOS. Ik kan ook fout zijn, dus veel te beter voor Android mensen. Moest je geïnteresseerd zijn om eigen muziek te maken. GarageBand is wat ik gebruikte hier. Daarom dit logo, dus. Dat zit niet zo. Maar hier ging het helemaal. Daar was het echt zo fucking hard. En dan natuurlijk hier. Fucking. Oh, mijn hoofd. Heel droog hier. Oh, waar ben ik? Ik ben voor dit ging starten. Ja, dat weten jullie zo waarschijnlijk ook wel. Ben ik echt, heb ik even deze boot ineen geflanst. En ja, als je dit beeld ziet. Dit beeld. Vergeleken met fucking. Laten we zeggen. De 13e, hè? Was die hele boot al bijgepompt en fucking dat betekent dat ik live ben, dus yo mensen, leuk je kijkt naar deze gloednieuwe Minecraft Survival. Fucking hier. Deze wereld toen heel is er niet huis. Van gekomen, dus al die jack-o'-lanterns gaan weer weg. Hier, joh. Nu heb ik echt... Alles gewoon volgebouwd. Maar ja, even terug dan, hè. De begin van de vines van mij. Oh my god. Maybe skip. Ja. Dat trouwens, dat woordje, had Edgar mij verteld van een video die hij had gezien van een andere YouTuber. Dus ja. Ja. Hey. Tafel. Wat is al mijn biscuit, hè, jongen? Geef hier die scheet. Ga wel deze, hè. Goldie. You make me mad, jongen. Kom hier nu. Even daarover, hè. Als je wilt weten wat de fuck, waar de fuck ik hiermee zit rond te slingeren, dit hier, is een fucking... Dat is een fucking kam. Een kam. Ik wist niet wat de fuck ik moest nemen. Dus het logische zou geweest zijn dat ik zo een mes zou pakken. Maar nee, een fucking dikke kam waarmee ik zo autistisch ging doen. Ja. En dan dit, ja, oké. Ik snap niet waarom, maar... Oh ja, joh. De fucking roomtour van een fucking 25 minuten. Is wel. Oh, dubbele zonnebrillen zijn zo grappig soms. Kijk in de description. Wil je kans maken om een handtekening van Bob Peters, Kevin de Bruyne of Gert-Jan de Metz? Laat dan een comment achter welke jij wil... Ga even ophouden, hè. Welke jij wil en wil je dat ik pranks ga doen met bommetjes op vrienden? Laat dat dan ook allebei weten in de comments. Dat was door de wind dat mijn deur bewoog. Voor de mensen die mijn boedefles... Boedefles.
vanavond. Dus ik kan weer lieve video's voor jullie maken. Oké, mee. Maar goed. Hier liggen random sokken. Oké, die horen daar. Ik gooi eens wel even. Zo. En hier ligt dan eigenlijk s'nachts mijn gsm te laden. Eigenlijk allemaal zo niet boeiend. Dit wel trouwens. Een plaatje met mijn naam erop. Ja, oké, dat ook wel. Oké, dat was een... Pak je motor buiten. Een motor of een auto of zo. Maar dus een nummerplaatje met mijn naam op. Ja. Heel, die leggen we hier weer. Dit. Dan... Eigenlijk heb ik spijt dat toen de gamestreamer nog niet begon. Of niet bestond, bedoel ik. Anders had ik daar het logo van, ja, zeg maar, de gamestreamer opgezet. En niet dat van de gameplayer. Maar ja. Mijn eigen DigiP-nachtlamp. Ik vind hem heel chic gemaakt. Ja, ik heb hem zelf... Ah ja, een mooi hoofd hier. ...gemaakt. Dit is de elektronica die er vooraf... Wow, joh, dikke elektronica! Nou, eigenlijk gewoon een fucking paar draden die we hebben zitten moeten omplooien. Naar één een schakelaar, naar één een lampje en naar fucking... Ja, naar één een schakelaar, twee een lamp en drie een batterij. Dus eigenlijk veel elektronica zit er niet aan, maar... Ging, die er aan afging daarvoor. Hier de batterij, jullie zien het. Daar allemaal elektronische scheid. En daar dan het lichtknopje. Dat moesten we allemaal solderen aan elkaar vast. Maar dat hebben we nooit moeten solderen. Nee, dat hebben we niet moeten solderen, ja. Ik heb... Wacht, staat die hier nog zelfs? Wait a sec. Ik zie dat niet. Nee, die staat hier niet meer, denk ik. Nee, joh. Ik lieg daar. We hebben een spin moeten maken die uit zichzelf bewoog. Wat we hebben moeten solderen. Maar nooit dit, joh. Dit hebben we niet moeten solderen. Maar dat boeit jullie eigenlijk ook niks. Of we hebben moeten solderen of niet. En dan, ja, hier. Dat was de avond van wanneer het huwelijk zou zijn van mijn papa en van mijn stiefmama. En ja, waarom dit bijna 100 views heeft gehaald, dit fucking vlog 21, de boeken van derde middelbaar, ik weet het niet, joh. En dan was hier de laatste vlog, ergens. Ah ja, hier, laatste vlog. Ja, joh. Dan de Owl S2 demo. Heb ik nog iets wat ik even wil laten zien of zo? Waar ik van denk, ja, maat, ik heb op 2 uur jazzpunk uitgespeeld. Ik weet niet waarom, maar... Oh, hier waren we blij. Hier. Ja, joh, de tijd van Minecraft Survival Season 3. Ik heb echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livestreams achter elkaar zitten maken van... Fucking Minecraft Survival, hè. Holy damn. Nou, mijn eerste Minecraft minigames. Nee, ik denk dat dit zo wel was, denk ik dan. Dan... ja, maar die niet sorteren van... What the fuck doe ik hier? Nee, maar even... nee, ook niet RCT3. Waarom zou ik daar naartoe willen, hè? Nee, dat wil ik niet. Oké, ga even naar home, hè. Kanaal aanpassen of zo. Hier. Als het even wil meegaan. Ja, kijk eens aan. Dus hier. Weergeven als jezelf. Ja, kan ik ook even fucking naar mijn privévideo's gaan, alsjeblieft? Ik weet niet hoe je dat doet. Ik voel me zo slecht, hè, weet je. Even naar privévideo's gaan, alsjeblieft. Mag het? Creator Studio is het ook niet. Hoezo? Kan ik niet? Wauw, ik ben echt de domste fucking mongol die er bestaat. Ik kan dus niet naar dingen gaan. Ja, dan gaan we toch naar de Dutch Minecrafter, hè.
Weet je? Dat boeit niet, hè. Wacht. Nu dat ik denk, hè. Die zijn ook allemaal op privé. Nee, dan noemen we dat de volgende keer, ja. Of mijn kanaal. Nee. Instellingen. Nee. Dus blijkbaar. Wauw. Ik zoek het wel uit. Ik voel me zo slecht. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Er komt waarschijnlijk nog een deel 3. Waarin ik mijn privé video's laat zien. En dan zie ik jullie dan. Tot doei. Tot dan. Doei. Mensen.